Het is toch niet zo moeilijk. Het is zo simpel eigenlijk. Het is ook niet zo moeilijk. Het was een eiland voor. Het was in het jaar 900 van zeg maar het schip. Dus pruifje. Gaan we zo meteen beginnen. Ik ga soms stukjes vooruit vertellen. En soms dan stoppen we ergens en dan ga ik gelijk een verhaal vertellen. Voorbij. Jij mag mij niet voorbij. Jij moet achter me blijven. Hij gaat ook niet voorbij. Dan ga ik nog sneller fietsen. Evelien, Eefje. Ik zei het net al, even, je hebt meerdere namen. Klopt. Ik noem je altijd Eef. En ja. Dat vind je niet erg, toch? Nee, iedereen noemt me bijna Eef. Dus ja. En even, ken jij vooral uit de horeca? Jij hebt ook lang bij de Mug gewerkt vroeger. Ja, 7 jaar. Ja, en we zitten nu in de tuin van de Kronen. Ja. Maar we zitten hier omdat jij je bent een city bike tour bedrijf begonnen. Ja. En vertel er maar eens wat over, als je wil. Ja, als ik ergens heen ga, dan doe ik altijd een bike tour. Dan kan je heel veel van de stad zien. Dus ik dacht, dat is hier nog niet. En eigenlijk gaan we een beetje de stad verkennen op de fiets. En we rijden ongeveer 9 kilometer ongeveer. Maar ja, her en der stoppen, even een stukje lopen, dan weer dingen vertellen. Dus op die manier doe ik de tour. En ik ben erachter gekomen met mensen uit Middelburg dat ze nog steeds verrast zijn door de verhalen. Door de feiten en fabels die ik vertel. Ja, want het is, Middelburg is natuurlijk het is een kleine stad, maar stiekem, als je hem rond gaat fietsen, is het best groot. Het is waanzinnig groot. Maar er is zoveel geschiedenis hier. Er ligt zoveel geschiedenis hier. Je kan zoveel dingen vertellen hier over de stad. Ja, dat is gewoon machtig mooi. Maar kan je eens een voorbeeld geven? Je zegt feiten en fabels, dus daar maak ik uit op dat je ook gewoon leuke verhalen vertelt die niet per se geschiedkundig of iets. Nee. Dus een beetje luchtig. Het gaat er dan vooral om, je doet gewoon lekkere verhalen vertellen en ondertussen beweeg je. Ja. Maar hoe werkt het verder? Want we zijn nu in de Kronen, die staat ook op je shirt, Café de Zaak ook. Maar jullie gaan ook nog ergens wat drinken? Ja, uiteindelijk dan aan het einde van de tour. Ik heb met de Kronen afgesproken. Na de tour krijgen mensen een voucher. Ze kunnen hier zo lunchen, 10% korting. Of na de tour een drankje hier doen met 10% korting. Dat kunnen ze ook doen bij Bar Gaudi. En bij deze drie kroegen, daar begin ik de tour. Dan krijg je een Zeeuwse bolus met een koffie, een glaasje of een flesje water voor onderweg. Nou, en dan gaan we fietsen. Het is in de prijs inbegrepen. Dus vandaar dat die ook op mijn shirt staan. Ja, en nu zeg je de prijs. Wat kost dat een stukje fietsen met jou? 22,50. Oké, dan heb je dus ook een drankje en dan ben je bijna 2 uur sowieso onderweg. Drankje, koffie, thee en Zeeuwse bolus. En hoe groot zijn de groepen? Want als ik nou zeg, ik wil graag met 8 vrienden dat doen, kan dat dan? Dat kan. Het is rond de 10 personen. Wordt het veel meer dan 10 personen, dan moet ik ook een soort bezemwagen hebben. Ja. Dan heb je het allemaal niet meer in de hand. Dan zie je maar jij fietst in principe voorop en jij bepaalt waar er gestopt wordt. Tenzij mensen natuurlijk zeggen van, wat is dit of dat. Ja, klopt. Nou, klinkt allemaal hartstikke leuk. En je gaat zo meteen met een groep... We gaan zo meteen beginnen. Dus over het algemeen allemaal Middelburgers. Dus het is verspannend. Ik hoorde al een dame Grezen, die kennen we ook wel. Die zei dat ze al 30 jaar niet hebt gefietst. Dus die ga ik even speciaal vastleggen. Ja. Kijken of jij dat in goede banen kan leiden. Nou, dankjewel voor je toelichting en veel succes met je bedrijf. Dankjewel. Ik ben een beetje moe. Ben je moe? Grezen, zet hem op, hè. Oh, voor mij is het voor jou. Ik ga het hardste weg. Ja, een vlammetje mooi op, hoor. Ja, nu ook. Nou, doe het in. Doe.